ontzettend fijn om met z'n allen hier even stil te staan bij het begin van 2024. Want uitdagingen, die zijn er genoeg. In 2024 en ook wel daarna. Uitdagingen op het gebied van klimaat en verduurzaming. Ook woningnood is een groot vraagstuk. Ook geen geheim voor de krantenlezer. Financieel groeien de bomen niet meer tot in de hemel. Heemskerk is een prettige gemeente om te wonen. Het is er groen, het is er schoon en het is er veilig. Meteen toen ik eind 22 hier in Heemskerk aantrad, werd mij van alle kanten te verstaan gegeven dat ik begin september nog eens wat mee zou maken. En ik kan nu achteraf zeggen dat dat bepaald niks te veel gezegd was. We hebben een geweldige week gehad, misschien een beetje aan de warme kant. Het was nog net niet te warm voor met name de paarden, dat was nog even spannend. Een week waar het dorp en de Heemskerkers zich van hun beste kant hebben laten zien. Maar, er is altijd een maar. We merken als gemeente dat het feest een beetje tegen zijn grenzen aan begint te lopen. Uw tweede kersttoespraak dit jaar. En dan vraag ik mij natuurlijk af hoeveel Heemskerks bloed vloeit er al door uw aderen. Met andere woorden, hoe goed kent u Heemskerk nu alweer meer als verleden jaar? Nou, dat is grappig dat u dat zegt. Ik werd net aangesproken door een collega die me daar ook op wees. Dat je eigenlijk na zo'n jaar veel meer gevoel hebt, veel meer idee hebt bij waar je bent. In wat voor omgeving je zit, in wat voor samenleving je zit. Als je nu naar de zaal kijkt, ik was er vorig jaar natuurlijk bij mijn nieuwjaarstoespraak net 2 weken. Als je nu naar de zaal kijkt, dan ken je heel veel gezichten. Dan weet je welke mensen er achter die gezichten zitten en je weet welke verenigingen, instellingen, organisaties er achter die mensen zitten. Dat geeft ontzettend veel meer gevoel. Dat maakt ontzettend veel meer dat je het gevoel hebt dat je ook deel uitmaakt van die samenleving. Dus dat maakt een enorm verschil ten opzichte van vorig jaar. Wanneer is 2024 echt geslaagd? Wat zijn voor u de puntjes waar het echt even om gaat? 2024 is wat mij betreft echt geslaagd als wij als Heemskerk kunnen blijven. Laat ik het zomaar even noemen. In het licht eigenlijk wel van een aantal van de uitdagingen die ik net even noemde. We moeten natuurlijk stappen maken op tal van maatschappelijke terreinen. Maar laten we dat vooral blijven doen in allerlei opzichten op de Heemskerkse schaal. Dus laten die feesten begin september mooie feesten blijven. Maar laat het ook beheersbaar blijven. Laat iedereen fatsoenlijk met elkaar omgaan. Laten we stappen maken op het gebied van woningbouw, om maar eens wat te noemen. In de hoop dat geen scherp slijperij krijgen als het gaat om eindeloos veel planologisch gedoe. We moeten stappen maken, we moeten vooruit. En als we aan het eind van het jaar kunnen constateren dat we daarin geslaagd zijn, dan is wat mij betreft 2024 geslaagd. Rob Suenet, in de portefeuille financiën, werk, inkomen en armoede. Ik wou het even met je hebben over het succes van Rocking on Christmas. Daar zien we dat mensen in onze gemeente geholpen worden door ons sociale domein eigenlijk, door alle Heemskerkers. En die groep die is groeiende. Baart je dat zorgen? Ja, dat baart me zeker zorgen. En ik denk, dat is ook iets wat je in heel Nederland wel ziet. De maatschappij wordt complexer. We vergrijzen, de zorg wordt duurder, de boodschappen worden duurder. Het is wel zo inderdaad dat de mensen die het moeilijk hebben, de aantallen die nemen wel drastisch toe. En daar zijn we als Heemskerk wel heel hard mee bezig. Het is ook wel soms een probleem van schaamte. Dus je wil iedereen bereiken, maar het is uiteindelijk wel op vrijwillige basis wil je geholpen worden. Piet Burgering, wethouder onderwijs, zorg en welzijn, duurzaamheid en energietransitie. We hebben er net al eventjes iets over gehoord. Hoe ver zijn we eigenlijk op weg met de doelstellingen die je zelf hebt opgelegd? Nou, we zijn behoorlijk, daar waar het gaat over de energietransitie, zijn we in zoverre op weg dat de plannen nu echt wel gewoon redelijk goed klaar zijn. We hebben, en dat is ook heel fijn, nu de mensen op het gemeentehuis om hier ook mee aan de slag te gaan. Dus dat betekent dat we nu ook echt gewoon buiten veel meer kunnen gaan doen. Ja, Anje is er natuurlijk vandaag niet. Dat gaat natuurlijk meer om, een stukje welzijn en dat soort zaken. Huurwoningen, die blijven een beetje achter in die energietransitie. Dat is niet helemaal waar.
Wonen op Maat heeft echt een behoorlijke opgave om te komen tot het verbeteren van die dingen. En je ziet ook op verschillende plekken in Heemskerk echt al wel grote borden komen te staan dat ze wijken aan het verduurzamen zijn. En alles bij elkaar gaat Wonen op Maat echt heel veel geld uitgeven aan het verduurzamen van ook die huurwoningen. Aart Schorel, ja, wethouder, economie, kunst en cultuur. Ja, we horen veel over de cultuurgroep, ook aan de landelijke politiek. Er zijn een paar partijen, of er is één grote partij, die heeft er niet zo erg veel meer. Moeten we ons als Heemskerkers zorgen gaan maken? Nou, dat zou ik niet doen. We hebben natuurlijk altijd in Heemskerk in het credo gehad dat kunst, cultuur voor de Heemskerkers sowieso voor een samenleving ontzettend belangrijk is. Zie het gewoon als het cement in een samenleving. Dus wat er in onze macht ligt, ik bedoel, dat zullen we altijd gebruiken om kunst en cultuur gewoon op een hoog niveau te houden hier in Heemskerk. Wat zijn voor jou de punten waarvan je zegt van nou, die gaan we in 19 of 2024 even lekker aftikken? Nou ja, het is zo dat we datgene wat we hebben, dat proberen we natuurlijk te houden. Hè? Maar we zijn op dit moment ook bezig om te kijken of daar waar het gaat over de cultuur, om daar bijvoorbeeld in juni nog iets aan toe te voegen. Daar zijn we op dit moment mee in gesprek met Sint-Cecilia, met het cultuurhuis, om straks zelfs nog iets toe te voegen aan hetgeen we allemaal hebben. Een ander heel belangrijk punt, dat is de economie, ook de portefeuille. Hoe staat Heemskerk ervoor? Nou, ik denk dat Heemskerk wat dat betreft goud in handen heeft. Als je kijkt hoe we op dit moment het centrum hebben, je ziet de aantrekkingskracht. We hebben de burgemeester net horen zeggen dat daar waar het gaat om bijvoorbeeld Koningsdag, de kermis, maar ook de markt, dat we een ontzettende aantrekkingskracht hebben, ook van mensen van buitenaf. Dus dat houdt ons centrum ook scherp. We zijn op dit moment ook in gesprek met de ondernemers. We zijn in gesprek met de vastgoed-eigenaren. Om ervoor te zorgen dat we een heel sterk centrum houden. En wat betreft de economie, dat het hier in Heemskerk altijd florerend blijft. Dus daar werken we hard aan.